Ja! Kluivert, ja! Kluivert, 1-0! De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik! Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren! Je moet gewoon doen! Welkom in een nieuw jaar. Welkom bij de eerste Ajax Live podcast van 2021. Met natuurlijk namens iedereen veel moois voor de komende 12 maanden. Liefde, gezondheid en veel voetbalprijzen. En als we dan toch nog iets mogen wensen, snel weer terug naar normaal. Naar het einde van de pandemie en naar volle voetbalstadions. Maar dat lijkt helaas verder weg dan ooit. Dit is de enige echte Ajax-podcast van en voor supporters gemaakt naast de Johan Cruijff Arena. Daar waar afgelopen weekend de eerste toppen van dit seizoen werd gespeeld. Straks meer, maar nu eerst naar mijn meer dan charmante, altijd opgewekte co-host met het Ajax-hart op de goede plek. Dit is Amber Roner. Ja, goedemiddag Daniel. Hoe gaat ie dan? Ben je een beetje goed begonnen aan het nieuwe jaar? Ja, zeker. Ik was echt toe aan voetbal. En ik heb gewoon lekker rustig doorgewerkt. Lang leven het ZZP-leven. Dus ik iedere dag leek een beetje op elkaar. En toen dacht ik, yes, eindelijk weer gewoon eredivisie voetbal. En toen werden we beloond toch met een prachtige wedstrijd. Dus ja, ik ben goed begonnen. Ja. Hoe was het voor jou? Nou ja, ik heb een beetje hetzelfde wel. Want ik dacht, ja, januari komt er dan aan. Dat is meestal toch zo'n maand. Heel veel vrienden van mij die gaan dan een poging doen om een maand niet te drinken. Daar worden ze in deze periode ook niet al te gezellig van, moet ik je eerlijk zeggen. Zo'n dry January. ik zeg dan altijd, doe naar februari. Dan heb je in ieder geval wat minder dagen. Maar het is ook de maand van de topwedstrijden. Dat had de KNVB natuurlijk bedacht bij het maken van dat schema. In de hoop dat dan de pandemie op zijn retour zou zijn en dat we dan weer naar het stadion konden. Dus dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. En er was er dus eentje. Zo. Inderdaad, Ajax-PSV. Vertel. Ja, vertel. Nou, even nog, dan heel even terug naar het vorige jaar. Ik had eigenlijk beloofd dat niet meer te doen. Maar dat je dan denkt, ja, die laatste wedstrijd, we zaten daar vlak voor. Dat we dachten, nou, Willem II, dat gaat helemaal goed komen. En dan staan we bovenaan. En dat je dan gisteren, nou ja, zo begon met zo'n die eerste 25 minuten. Dacht ik, oh, wordt het zo'n maand. En daarna was ik echt ultiem gelukkig. En toen kon ik ineens leven met 2-2. En toen dacht ik, jemig, ik heb gewoon goede dingen gezien. Kudus die terug is. Tagliafico, wat een strijder. Gewoon weer bloed, mooie foto's. Ik hou ervan. En natuurlijk Holler et Haller. Wat een verschijning. Ja, er gebeurde wel iets, hè, toen hij erin kwam. Hè? Zo, nou. Ja. En al bij de rust, hè? Dat was ook wel interessant. Dat is zeker interessant, ja. Ja, ja, nou laten we meteen maar even gaan naar onze aanvoerder. Dusan Tadic, die zeer ontevreden was over het feit dat de ploeg op een 2-0 achterstand kwam. Laten we naar hem luisteren. When you see how we start game is so bad, you're 2-0 down. Then of course after you're happy that you come back on 2-2. But yeah, our mentality need to be to win games. And always, doesn't matter against who. And of course that I'm disappointed. We need to analyze and to see and to get good things from this, because if you want to be champion, you cannot start with 2-0 down, you know, because it's difficult, you know, you give so much energy to opponent. Ja, ja, dat is duidelijke taal. En ja, dat is toch, waarom begint Ajax zo slecht aan zo'n wedstrijd? Ja, nou ja, dat. En ook gewoon als je dan eigenlijk de grootste kans hebt om ook nog op voorsprong te komen. Ik snapte niet waarom ze niet doordrukte, waarom dat dan weer net niet lukte. Ja, ik weet niet wat daar allemaal misging. Er gingen op, ja, even wel dat eerste doelpunt van PSV door Donny Malen was natuurlijk wel een fantastische assist. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is een goal. Ja, die goal die valt gewoon. En dat is een prachtige goal trouwens ook, moeten we gewoon toegeven. Toch? Ja, absoluut. En ja. Zahavi had volgens mij nog een kans op de hat-trick vlak voor rust. Dus dat ook nog, we hadden ook met 1-3 de rust in kunnen gaan. Dus ik vind dat ze zich goed hersteld hadden. Dus ik hou me daar maar aan vast. Als het andersom het wedstrijdverloop was geweest, dan had ik waarschijnlijk weer staan huilen hier. Want dat hoort er ook een beetje bij. Maar ja, ik heb geen idee wat het is. Toch de opstelling, denk ik. Wat denk jij? De opstelling. Ja, want daar wilde ik toch eventjes naartoe. Want ik was best wel verrast toen ik de opstelling zag eigenlijk. Met Promes achter
Tadic. Zo stond het niet op papier. Dat werd dan later weer uitgelegd. En Sebastian Haller dus niet in de basis. Waarvan ik dus eigenlijk uit de pers had gelezen van ja, hij kan spelen. Dus waarom zet je hem er niet in? Ja, wat denk jij daarvan? Ja, ik vind ik was best wel een beetje teleurgesteld ook. Ja, ik vond het heel gek. Want wat ik in de pers ook las, en volgens mij hebben we daar ook nog even een quoteje van Erik ten Hag. Maar dat ja, hele drukke week, heel veel gedoe. Ja. Dat ik denk, ja, als ik een nieuwe werkgever heb en ik kom de eerste ochtend, ik kom 1:00 middags binnen en zeg, nou, spittig hoor, allemaal nieuwe collega's en zo, rustig aan beginnen. Ja, trap toch niemand in. Ik vond het gek. Ja, ik vond het ook gek. En ik vind het ook gek om Labiat, niks ten nadele van die jongen, om die nou in de spits te zetten tegen twee van bomen van verdedigers van PSV. Dat heeft toch totaal geen nut, dacht ik. Nee. En waarschijnlijk had dat ook wel geholpen als je met Haller in de spits was begonnen. Dat wordt PSV toch ook wat zenuwachtiger, toch? Want ja, wat gaat die jongen doen? En laten we naar onze hoofdcoach luisteren, want die heeft daar ook een mening over natuurlijk. Ik weet, hij heeft gewoon een hele hectische week gehad. Hij wist natuurlijk aan het begin van de week nog niet dat hij aan het eind van de week bij Ajax zou spelen. Ja, en dan, die dingen zijn heel snel verlopen. Nou, dat betekent dus ja, heel veel dingen die in zijn hoofd omgaan. En dan uiteindelijk een nieuwe speelwijze, medespelers, ja, daar moet je aan wennen. Nou, en wij hadden al natuurlijk voorbereid op deze wedstrijd met de spelers die we hadden. En ja, uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om zo te beginnen. En ja, dat verloopt dan zo. En de tweede helft komt hij erin. En dan kan hij wel een hele positieve impuls geven. Ja, wat vind je ervan? Ja, zoveel mensen over meningen. Maar ja, Ten Hag is de coach. Dus hij kan het beste inschatten. Hij zal er deze reden voor gehad hebben. Van mij had hij mogen starten. En ik verwacht ook gewoon dat dat de komende wedstrijd wel zo zal zijn. Maar het is al een lichtpuntje om te zien dat er zo'n speler is aangetrokken in de winterstop, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Van West Ham United. Een behoorlijk bedrag, hè? Nou, de duurste Eredivisie aankoop aller tijden, toch? Ja. Dat hebben wij dan ook weer op onze cv staan bij deze club. Dat is wel weer iets wat we mogen bijschrijven. Zowel in- en uitgaand doen we goede zaken. Je ziet toch ook wel heel duidelijk het verschil dan in Nederland wat betreft de clubs. Wie er wat kan doen in deze markt en hoe grote verschillen inmiddels zijn geworden. Als je kijkt, er komt natuurlijk een mooie wedstrijd weer aan tegen Feyenoord. Als je ziet dat ze daar iemand op huurbasis van, hoe oud was hij? 32, geloof ik. Ja, die praat ook. Ja, ja. Dat die daar dol blij mee zijn. En dat contrast kan eigenlijk niet groter in deze periode, denk ik. Of nee. Is dat gek wat ik zeg? Nee, toch? Nee, ja, nee, het contrast kan zeker niet groter. Want ze waren daar heel trots op en hebben mooi aangekondigd. En ja, en dat je dan denkt, ja, dan komt Ajax er nog even overheen met Haller. Dat je denkt, ja. Daarom zijn wij de grootste club van Nederland. Zo is het. We gaan meteen even kijken naar het schema. Want ik had het al eventjes over de klassieker. Maar eerder krijgen we natuurlijk nog... Ja, zo. Nou, je wil wel weer meteen die depressie in hebben. Nee. Ja, Twente. Die hadden we op pakjesavond ook. En dat liep niet zo lekker. Nee. En met twee goals van Quincy Menig. Toch ook weer oud met een Ajax verleden. Er zitten veel spelers van Ajax. Ze hebben veel huur. Ze hebben het team toch goed op orde. Donderdag moeten we aantreden daar in de Grolsvesten. 8:00 uit ook. Is het nou woensdag of donderdag? Het is donderdag. Donderdag, ja. Donderdag was het, ja. Maar hij heeft even op woensdag gestaan, dacht ik. Maar het is toch donderdag. Ja, nou ja. Het is sowieso donderdag. Donderdag 8:00, Twente uit. En dan moeten we revanche nemen voor de thuiswedstrijd. Ja. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Hoor. Nou, als wat ik gisteren na de 25e minuut heb gezien, heb ik daar ook een heel goed gevoel over. Goed zo. Ja, maar dat toch nog even terugkomend op die wedstrijd. Het was wel echt een topwedstrijd. Dus toch wel op het puntje van je stoel. Toch? Ja, nou ja, dit had alles wat je wilde zien. En dan heb ik me vooral natuurlijk gefocust op Ajax. Maar er gebeurde zoveel op het veld. PSV heeft natuurlijk ook geen slechte ploeg. Hè? Nee. Er lopen een paar goede voetballers rond, hoor. Dat was mooi om naar te kijken. En laten we hopen dat we dat ook de klassieker, dat we ook zo naar die wedstrijd kunnen kijken. Ook kunnen we niet naar het stadion, dat we er toch op die manier van kunnen genieten. Ook weer 16:45. Het is ook wel mooi dat het dan een beetje donker wordt. Ja, zeker. Je het niet? Ja, nee, zeker. Het is ook gewoon lekker, weet je wel. Ik loop dan zo met zo'n scherm aan. En ik heb dan heel vaak ook nog Radio 1 op de achtergrond zachtjes aan. En dat ik loop dan echt de ijsberen door mijn kamer. Je overdrijft het ook een beetje dan. Ja, want ja, mijn huis is dan ineens dat stadion, weet je wel. Ja, dat gevoel is er niet helemaal. Maar ja, toch die zenuwen en die... Ja, al ben ik wel benieuwd eigenlijk. Hè? Want ja, die klassieker, dat zou ook zo'n wedstrijd moeten worden. Maar we hebben het net over de spits die zij gehaald hebben. Is het niveau wel eigenlijk een beetje gelijkwaardig op het moment tussen Feyenoord en Ajax? Denk je dat Feyenoord tegenstand kan bieden?
Nou, ze zijn zichzelf wat moed aan het inpraten, is mijn idee. Ik zag een interview met Berghuis bijvoorbeeld. Ik hoorde advocaat en ik hoorde over dat ze de selectie best wel op orde hebben. Maar ja, er is natuurlijk echt gewoon een groot verschil tussen Ajax en Feyenoord voor wat betreft de kwaliteit van de spelers. Dat is toch wel duidelijk. Ja. Maar ja, goed, dit zijn altijd wedstrijden op zich, hè. Ik weet niet of jij je nog wat klassiekers kunt herinneren, maar dit zijn andere wedstrijden die niet alleen maar op kwaliteit worden beslist, maar ook op een heleboel andere aspecten. En één daarvan is natuurlijk een kolkende Johan Cruijff Arena. Ja. En dat ontbreekt nu. Ja. Dus daar, ik durf niet echt iets over te zeggen, maar ik denk dat Ajax gewoon wint. En de statistieken laten dat ook wel duidelijk zien. Het zou heel raar zijn als Ajax verliest. Maar het is een wedstrijd op zich. Ja, nou dat. En het zou de competitie natuurlijk super spannend maken. Want je ziet nu hoe dicht het weer allemaal bij elkaar zit. En natuurlijk krijgen ze in Rotterdam hoop. En putten ze je moed uit. En kan het zo'n vechtwedstrijd worden. En je moet er niet aan denken dat het scenario zich ontrolt. Dat Ajax in het eerste kwartier achterkomt met 1-0 hier thuis. Want dan kan het best heel vervelend worden. En de arbitrage wordt natuurlijk belangrijk. Ik begrijp dat Danny Makkely fluit. Ja. Nou ja, allerlei. Nou ja, laten we dan ook even kijken inderdaad naar wat we gisteren ook gezien hebben. Ik heb heel veel mensen dat ik dacht, dat ging hartstikke lekker, dat ging goed. Maar toch ook die eerste 25 minuten, maar ook later in de wedstrijd wel. Klaassen was een schim van toen hij terugkwam. Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar... Ja, die had een andere rol volgens mij gisteren dan om Gravenberg, die natuurlijk een van de beste spelers was van de 22 die op het veld stonden. Hij had gewoon een andere rol volgens mij dan in andere wedstrijden. Dus ietsje minder zichtbaar om te spelen zoals ze wilden spelen. Tenminste, dat was mijn indruk en dat heb ik ook weer ergens teruggelezen. Dus dat zal het wel zijn wat jij bedoelt. Ja, en het andere waar ik ook op doel is toch ook de samenwerking tussen Daley Blind en Per Schuurs. Ja, onze achterhoede. Er zijn wat geruchten dat er misschien wat bij komt. Maar ja, gaat die het redden tegen Feyenoord zoals het nu speelt? En nou ja, Feyenoord heeft gisteren trouwens, of van het weekend trouwens, ook niet heel best tegen Sparta, hoor. Dat was ook niet. Nee. Dus we mogen gewoon weer een feestje vieren. Nou ja, wij blijven altijd optimistisch. En ja. Natuurlijk ook voor onze club. Ja, er zijn natuurlijk wat klassiekers door de jaren geweest. Ja, waar denk jij meteen aan? Nou, ik had er een aantal, maar dat ik toch dacht. Een beetje symbolisch misschien, maar is veel aan de hand. Ook weer transfermarkt open. Ik moest denken aan de Ajax Feyenoord, de klassieker, op 2 april 2017. En dan vooral omdat, toen hadden we nog Lasse Schön, hashtag Lasse Come Home. Dat we ja die in een minuut, binnen de eerste minuut, al ik geloof op 54 seconden, die vrije trap, jongen. Ja. Fantastisch. Ja. Neres die zijn eerste doelpunt maakte, misschien als hij net op tijd terug is, ook voor deze klassieker, die maakte de 2-0. En Jurgensen die ging er daar al vrij snel geblesseerd af. Dat ik denk, nou, er is niks veranderd. Maar we hadden ook nog mensen op het veld staan. Zoals Klaassen, die speelde toen ook bij ons. En Kluivert. En ik moest ook even denken, we hadden toen ook een Traoré. Namelijk Bertrand Traoré in de spits. Ja, inderdaad. Dus ja, ik heb dat nog eens terug zitten kijken. Die highlights en een kolkende arena. Volgens de cijfers 51.181 toeschouwers aanwezig. Maar dat doelpunt van Schöne gewoon, ja, dat kippenvel. Toen dacht ik. Dat is zo'n lekker begin dan, hè? Als je in het stadion bent ook. Hè? Ja. Ja, fantastisch. En die zat er ook wel lekker in trouwens. Nou, ik kijk hier nu ook met een schuin oog naar onze Ajax Live. Nog niet zo lang geleden bij al onze leden op de mat is gevallen met een prachtige cover van Klaas-Jan Huntelaar. Ja. Ook iemand die wel vaak scoorde tegen Feyenoord. En laten we teruggaan. En dat is meteen een mooi bruggetje naar de nieuwe Ajax Live die uitkomt. Want daarin komt een prachtig interview met een van de beste nummer 10's die we ooit hebben gehad bij deze club. Waarvan we ook altijd weer hopen dat hij ooit nog eens een keer iets komt doen voor Ajax. En dat is Jari Liedmanen. Ja. En er komt een heel mooi exclusief interview in de Ajax Live. Dat moeten jullie natuurlijk allemaal lezen. En hij vertelt ook iets over zijn favoriete klassieker. Eén is zeker apart. Het was 10e wedstrijd van het seizoen. En wij hadden alles gewonnen. 1 goal tegen. En was er 15 minuten gespeeld. In de Kuip stonden wij 0-2 achter. En wij keken onderling op het veld. Zo van, wat gebeurt hier? 15 minuten gespeeld of 10 minuten gespeeld. 2-0 achter. Maar het was echt zo'n sterk gevoel in de groep toen dat. Ja, oké.
Het is pas 2-0, niks aan de hand. We gaan nu gewoon beginnen. En uiteindelijk wonnen wij 4-2. Met echt een hele goede wedstrijd. Ja, maar dat was ook wel een seizoen natuurlijk, dat seizoen 95-96, dat Ajax eigenlijk ongeslagen de competitie wint. En prachtige wedstrijden. Nou, er komt nog heel veel moois aan, want we hebben ook nog twee keer AZ uit. Voor de beker en daarna half dagen erna weer voor de competitie. PSV moet natuurlijk naar AZ. Ja. AZ moet winnen voor PSV, anders lossen ze nu voor het kampioenschap. Ja. Dus laten wij ervan uitgaan. Ja, dat denk je niet. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus ik hoop gewoon dat PSV punten laat liggen in Alkmaar. En dan is alles weer hersteld zoals we het eigenlijk allemaal bedoeld hadden. Ja. Ja. Dan zijn we niet alleen winter, maar ook gewoon... competitiekampioen. Ja. Ja. Nee, ja, inderdaad. Het is een hele spannende maand. Ik kijk er heel erg naar uit. En natuurlijk had het liefst allemaal bij elkaar gezeten. Het kan even niet. Maar dit is toch wel echt dan een cadeautje. Als je dan toch thuis moet zitten. Dan ja, ben ik toch wel blij dat nu al die spannende wedstrijden achter elkaar komen. Ja, dus... Het is toch ook mooi om te beleven. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk een heel verschil met wel of niet in het stadion. Maar ja, ja, we moeten het ermee doen. Dus ik kijk altijd... Zo ben ik ook wel een beetje opgevoed naar de dingen die wel kunnen. En dat is je toch verheugen op dit soort wedstrijden. Nou, absoluut, absoluut. En ja, weet je, er is nog sowieso nog een hele spannende maand. Want het is, ja, tot 31 januari is ook de transfermarkt open. Ja, ook dacht dat je over het vrouwenvoetbal ging beginnen, maar dat is later, hè? Ja, die beginnen pas 5 februari weer. Dus vrouwen komen we ook nog op terug aan het einde. Maar er is niet heel veel gebeurd kan. Maar ik heb wel wat andere leuke dingen voor je. Goed zo. Dus, maar nee, ja, inderdaad, nee, ik heb het even over de transfermarkt nog. Want ja, tot en met 31 januari, er kan nog van alles gebeuren. Nou, Allaire is binnengehaald. Mooi rugnummer ook, 22. Ja? Ik doe, ja, toch? Ja, nou ja, Ziyech, het had 22. Allaire. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ik vind het wel, al het goede komt in tweeën bij mij. Dus, goed zo, goed zo. Ja, ik hoop dat hij hoop kan brengen. Maar ja, het was natuurlijk omdat er natuurlijk problemen waren met blessures. Klaas-Jan Huntelaar was even niet fit. Traoré is niet fit. En Brian Brobbey ook geblesseerd, maar die heeft vooral ook, geloof ik, nog niet getekend. Dus... Heeft dat ermee te maken, denk je dan? Dat hij daarom niet speelt? Of dat? Ja, ik vind het toch lastig. Hè? Ik ga toch gewoon zeggen, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Want op een gegeven moment moet je gewoon door. Ja. En als je niet wil tekenen en je komt er niet uit met elkaar, is heel vervelend. Maar je bent een jeugdspeler, je moet jezelf nog bewijzen. En hij zit, ja, dat zeggen ze dan, in de stal van Raiola. Ja. Hè? Dus die heeft ook zo zijn ijzerpakket. Die schijnt ook al wat met hem te leuren hier en daar. Ja, dat is een keuze die ieder voor zich moet maken. Dus hij kan ervoor kiezen, ik blijf bij de club en ik ga me hier verder ontwikkelen. Of nee, ik ga nu die stap zetten. Hij is 18 jaar, dus als hij verstandig is, dan blijft hij gewoon bij Ajax natuurlijk. Ja, maar ja, het is een goed recht om te zeggen, nee, ik ga me ergens anders ontwikkelen. Ja, dan en dat is dan prima. Zie je hem over 4 seizoenen bij Telstar. Ja, ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat kan dan gebeuren, toch? Ja, ja, ik weet niet hoe die afspraken precies lopen. Maar ja, ja ik zou het ook zeggen. Maar ja, hij moet het bepalen met zijn omgeving. Maar ik snap wel dat de club op een gegeven moment zegt van, joh, als jij die handtekeningen wil zetten, dan gaan wij verder kijken. Ik vind het zo gek, want toen het speelde en toen hij inviel, weet je nog, die wedstrijd. En toen zei hij na afloop, ik blijf zeker bij Ajax. Ja. Dus ik vond het ook heel gek toen ik hoorde dat hij nog niet getekend had. Ik dacht, dat is al lang gebeurd. Ja, ja, dat dacht dus ik ook. Dus er is onderweg toch weer iets... een kink in de kabel gekomen, waarbij dus, maar dat zal dat met zaakwaarnemers te maken hebben, denk je? Ja, of andere verwachtingen, ik weet het niet, maar hij is nu natuurlijk ook geblesseerd, dus ja, het is ook niet zo dat je zegt van, joh, dan gaan we hem nu naar het buitenland brengen, want ja, hij moet zich eigenlijk nog bewijzen, dus ja. Nou, dan kom ik even op je hashtag terug, Amber, want vertel. Lasse-Sjöne. Ja, Lasse-Sjöne. Nou, we hebben het over zijn vrije trap gehad. Ik bedoel, deze podcast, eigenlijk de rode draad is Lasse-Sjöne. Ja, ik kies iedere keer een ander. Ja, zo makkelijk ben ik dan ook wel weer. Nee, ja, nee, dat is van een vriendin van mij, Josien Wolthuizen van het Parool onder andere, die ook weer in de Brani-podcast zit. Ja, ooit eerder dit jaar, Lasse, kom home, want we misten hem heel erg en inmiddels zat hij vast, een soort van letterlijk geketend in hij stond niet eens op het formulier aan het begin van het seizoen. Hij mocht geen wedstrijd spelen. Ze hebben hem losgelaten. Dus ja, sympathieke vent. Leuk, spreekt goed Nederlands. Zou een goede basis kunnen zijn op het middenveld. Mark Overmars heeft aangegeven al in het eindejaarsinterview van nee, ja, in een andere positie ooit is hij van harte welkom. Maar niet als speler. Maar hij hintte zelf wel
lassen. Dat hij Ajax nog steeds een mooie club vindt en interessant. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat snap ik ook. Ja. Maar ja, en veel mensen in de emotie, omdat hij zo sympathiek is. Ja, tuurlijk, weet je, hoe lekker is het dat hij nog een soort van huntelaarrol kan spelen. Dat hij op de bank en met de jonge jongens en dat hij daar nog wat kan leren. En voor de breedte van de selectie. En voor de liefde gewoon, hoe gezellig is dat? Ja, haal hem terug. Maar ja, aan de andere kant, nee. Ik denk, wat geweest is geweest, als het boek dicht is, moet je door. Ja. Er waren ook wat geruchten over een andere oud-Ajax-ziet, Christian Eriksen. Ja, die is ook transfervrij. Die mag ook vertrekken, is aangegeven. En die bij Inter Milaan, toch? Ja, ja. Ja, een beetje hetzelfde. Ik was ondertussen alweer met andere transfers in mijn hoofd. Ja, ik zou het tof vinden, want ik vind dat ook echt wel een sympathieke gast. Maar ik weet niet of hij nog past in het team van Ajax nu. Nou, of het ook echt nodig is, dat moet je dus eerst afvragen. Hè, Waar gaat hij spelen? Ja, dat gaat hij spelen? Ja, we hebben natuurlijk Klaas Gravenberg nu staan. Wat moet Eriksen daarbij? Ja. Ja, ik denk ook niet dat hij daar nog een toegevoegde waarde is. En nou, goed, streep ik die vast door. Een andere oud-Ajax-ziet die natuurlijk nog even in het nieuws was. De man met de tatoeage, Toby Alderweireld. Die heeft 3 van die kruisen, want Amsterdam is zijn stad. En PSV, die schijnt interesse getoond te hebben. Ja, dat las ik, ja. Ja. Maar is dat serieus? Ze hebben hem gepolst, schijnt. Want zijn contract loopt af in 2023 met Tottenham Hotspur. Hij speelt toch in verhouding steeds minder. Maar ja, hij is al 31 en veel emotie is er toch omtrent dat hij toch, als hij ooit terug naar Nederland komt, naar Ajax zou moeten komen. Ja. Wat vind jij er eigenlijk van? Nou, ik hoop eigenlijk dat alles gewoon blijft zoals het nu is tot 31 januari. Het lijkt mij gewoon helemaal niet goed om nu nog op die transfermarkt. Tenminste, ja, je hebt het natuurlijk niet in de hand als er mensen weggaan. Nou, op het moment dat we dit opnemen op maandagmiddag, er zijn wel geruchten. Een Nederlands international van 23 jaar die van Man United eventueel naar Leverkusen zou gaan, van Peter Bos. Maar Ajax schijnt hem te proberen te kapen. En dan heb ik het over Timothy Fosu Mensah. Oh. Dat is een verdediger. En dat is iemand, en ook eventueel een middenvelder, maar een goede concurrent voor iemand als Per Schuurs. Ik ben daar wel heel enthousiast over. Dat ik denk, ja, hij schijnt 1,5 miljoen pond te kosten. Hij schijnt al heel ver. 1,5 miljoen pond als salaris, bedoel je? Nee, als koop. Oh. Je kan hem kopen. Ja, ik weet niet, misschien kan jij hem kopen. Nou, laten wij hem dan vanavond kopen. Ja, precies. Ja. Nou, hebben we hem maar vast. Ja. Hebben we nog ergens een sok onder het bed liggen? Misschien kunnen we als supporters samen kopen. Dat zou voor Per Schuurs natuurlijk. Ik kom toch maar even terug op ons. We maken nu aflevering 9 van deze Ajax Live podcast. Maar kom ik toch weer even terug op een paar weken geleden. Waar wij eigenlijk een soort. Waar we het heel erg over eens. Dit zou wel eens het seizoen van Per Schuurs kunnen worden. Hij gaat zich ontwikkelen. Hij heeft een mooie lange trap. Laat hij die jongen de kans geven. Hij heeft bij de Oranje selectie zelfs gezeten. En nu hebben we het eigenlijk al over. Misschien moet hij er wel uit. Nou, ik zeg niet dat hij eruit moet. Maar ik denk dat het wel goed is om iemand voor zich, naast zich, misschien net achter zich. Ik denk voor zich te hebben. Aan wie die zich toch meer kan optrekken. Ook qua concurrentie. En dat hij ook gewoon. Toch nog wat meer tijd krijgt. Want hij laat het. Ik zeg niet dat hij slecht is, maar ik vind de combinatie met Blind, het werkt gewoon niet lekker. Er moet gewoon een steviger iemand naast Blind kunnen staan. In elk geval snelheid. Er komen nog heel veel wedstrijden aan. Ik denk dat het goed is om daar toch achterin een dubbele bezetting te hebben. Zullen we eens even naar de man gaan die daar eigenlijk over gaat? Die op de portemonnee zit van de AFC Ajax. Mark Overmars. Weet je, jullie weten niet wat er de komende maand nog gaat gebeuren. Hoe bedoel je? Zeg maar. Nee, maar als je zegt van aanvallen erbij. Ik bedoel, wat gebeurt er in onze selectie nog de komende weken? Snap je, er kan heus misschien iets gebeuren waarvan je verwacht dat ze nu geanticipeerd hebben met dit. Wel, met uitgaande transfers bedoel je? Nou ja, wat er gebeurt, dat weet je nooit, nee. Nee. Maar het klinkt een beetje cryptisch. Is het ook. Ja, maar waar doel je op als je een klein tipje van de sluier zou kunnen oplichten? Nee, ik hoef niet echt een tipje te geven, maar in een transfermarkt weet je niet wat er gebeurt. En je moet zorgen dat je op 31 januari niet met lege handen staat. Ja. Dat moet je een beetje voor zijn. En nogmaals, ik ben heel benieuwd gewoon wat de komende weken nog gebeurt. Ja. Ja, dat was trouwens Mark Overmars in gesprek met Milan van Dongen van EPSN, zoals ze het zelf noemen. ESPN. Ja, voor de wedstrijd tegen PSV. Ja, cryptisch inderdaad. Hij zegt wel een aantal dingen. Misschien doelt hij toch op het vertrek van Robbie. Alvarez misschien wel.
Oh ja. Ja, Traoré schijnt ook interesse voor te zijn. Het is heel cryptisch. Of wat jij nu net noemde, de Bayer Leverkusen-speler die nog inkomt. Ja, Valsumensa. Ja. En dat we dan Alvarez misschien kunnen laten vertrekken. Ik weet het niet. Het is cryptisch en weet je, ik zou af en toe... Hij zegt het niet zomaar. Nee, dat denk ik ook niet. En hij stond er ook heel relaxed bij, hè, voor de mensen die het gezien hebben. Het was voor aan de wedstrijd van Ajax-PSV. Ja, nee, hij was een beetje geïrriteerd over het feit dat er natuurlijk over Haller best wel negatief geschreven is. Met name ook door spelers. Wim Kieft zei paniekaankoop, totaal niet Champions League waardig. Dus je ziet dat Mark dan geïrriteerd is en eigenlijk toch iets van zijn gelijk wil halen door te zeggen, maar jullie weten niet wat er allemaal nog speelt en wat er allemaal gebeurt. En later zal duidelijk worden dat ik toch gelijk heb en dat ik dat goed heb gedaan. Dan nam je toch eigenlijk al een soortje aanloopje naar. Ja. Dus hij verklapte best wel wat meer dan volgens mij eigenlijk de bedoeling was. Ik zag hem weglopen met Miel Brinkhuis en die... Ja, ondanks het mondkapje zag ik dat hij niet blij keek. Nee. Nou ja, hij stond er vrij relaxed bij met zijn kopje koffie. Maar wat ik ook interessanter vind... Hij mag het natuurlijk ook zeggen. Het is natuurlijk ook allemaal ontegenzeggelijk waar. Dat je tot 31 januari is de transfermarkt open. Maar er gaat dus nog bij Ajax iets gebeuren. Ja, ik vind dat ook wel spannend. En ik heb daar ook wel, kom maar door, we gaan het zien. Ik zou heel graag een dagje mee willen lopen met Mark Overmars als stagiair. Ga ik ze koffie halen. Want ik ben echt heel benieuwd hoe dit werkt. Ja. En wat voor contacten hij nog... Amber, laten wij het vooral ook vragen aan degene die er echt verstand van hebben. Ja. De supporters. Ja. Onze eigen achterban van Ajax Live. Welke spelers gaan in 2021 het verschil maken voor Ajax? Marcel, Roy en Selma die laten hun licht daar weer over schijnen. Dus welke Ajaxiden maken het verschil in 2021? Dit is onze Babbelbox. Allereerst wil ik alle luisteraars naar de podcast een gelukkig, gezond en mooi Ajaxjaar toewensen. En of één speler het verschil gaat maken? Ik denk zelf niet dat dat zo is. Kijk, we hebben een paar briljantjes lopen. En dan noem ik zelf een Anthony en een Kudus. Maar ik denk niet dat twee spelers het verschil gaan maken. Ik denk dat Ajax als team het verschil moet gaan maken. En als alle kopjes dezelfde kant op staan, we allemaal fit zijn en blijven, en iedereen heeft de vorm te pakken zoals hij kan voetballen, ja, dan geloof ik gerust wel dat we mee gaan doen om de titel. Dan kan die 35ste wel eens heel dichtbij komen. Ja, 2021 moet het jaar worden van het collectief. Want zeker met het drukke programma is het belangrijk dat iedereen scherp is, dat iedereen zijn kansen pakt op het moment dat hij die kansen krijgt. Als ik dan toch twee namen moet noemen, dan denk ik, we krijgen toch nog wel te veel kansjes tegen. Dat Onana zijn slordigheden eruit haalt en hele belangrijke reddingen gaat verrichten. En dan hoop ik, en ik gun het hem van harte, dat Klaas-Jan toch nog een paar keer vlak voor tijd die winnende maakt. Waardoor hij een enorm belangrijke bijdrage heeft in die 35ste titel. Welke speler gaat het verschil maken? Lastige vraag. Totdat hij daar opeens was. Haller, de aankoop. Beste bedrag, zijn we niet gewend. Laten we hopen dat hij echt het verschil maakt. En als de Samba-flanken dan ook nog gaan lopen, nou, dan zou het zomaar goed kunnen komen. En hebben we er opeens weer vertrouwen in. Niks zo wispelturig als een Ajaxiet. Nou, dat was Selma tot slot over Haller, die heel erg blij is met de aankoop. De Babbelbox van deze Ajax Live podcast. Wil je er ook in? Hou onze socials in de gaten voor het nieuwe onderwerp. En je kunt je ook aanmelden, want dan kun je meepraten. Vinden we altijd wel leuk. Ja, ja, toch? Ja, heel leuk. En wel mooi om te horen dat het... voetbal is natuurlijk een teamsport. Maar dat het vooral om het collectief gaat als Ajax succesvol wil zijn. Nou, absoluut. En de boel bij elkaar houden. En ook inderdaad, wat ik ook mooi vond, inderdaad. Onana heeft een paar slippertjes gemaakt, wat niet echt des Onana's is. Dus het zou mooi zijn als die dat ook, gewoon weer de fantastische reddingen maakt. En dan Klaasje. We haalden er gisteren ook nog wel even eentje uit, hoor. Zo, wat twee. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dus hij is er weer. Maar ook Klaas-Jan Huntelaar, inderdaad. Weet je, omdat hij toch heeft gezegd dat hij gaat stoppen. Mooi. Ja, dank jullie wel, Marcel, Roy en Selma, voor jullie bijdrage weer aan deze Ajax Live podcast. Ja, Peter. Ja. Ja, we gaan onze gast, cabaretier, schrijver, acteur, maar het belangrijkste Ajaxiet. Peter Heerschop, daar ben je dan. Hallo. Hallo. Ja. Hoe gaat het mee? Want vorig jaar, dat klinkt lekker ver weg, werd je toch nog overvallen door het virus. Ja, ik ben het eind van het jaar, dus tweede kerstdag ben ik overvallen door het virus. Het ging net zo lekker. Ik kwam het hele jaar door. Ik denk, nou, dat hebben we. Nu gaan we vaccineren. Mij hebben ze niet te pakken gekregen. Maar uiteindelijk wel. Ik heb milde klachten gehad. En het gaat goed. Dus ik was uiteindelijk
Ja, dat klinkt raar, maar ik was ook wel een beetje blij dat ik het wel had gehad, want dan had ik het in ieder geval gehad. Ja, zo is het ook. En heb ik antistoffen en dan kan ik gewoon op pad. Ja, maar voelde het opeens. Ja, je voelt je wel weer helemaal beter ook nu? Ja, ik was ook mijn reuk kwijt, die komt een beetje terug. Nog wel een beetje verwarrend, het is niet alles precies wat ik ruik. Als ik koffie drink, dan ruikt het toch een beetje naar vis. En als ik, er zijn nog wat dingen die ik wat rechter moet zetten, maar het komt allemaal goed. Dus ik voel me heel goed nu. Ja. Goed zo. Nou ja, wat we ook even moeten benoemen, want je zit nu in onze Ajax Live podcast. Jij maakt zelf ook een hele mooie podcast, dat vergeet ik nog helemaal. Die luister ik ook met veel plezier trouwens. De Kleine Remedie, samen met Paul de Munnik. Ja. Vanuit het theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En Lou Holshuizen. Ja, die is daar ook altijd bij betrokken. Dat was ook het nieuwjaarsfeest van de sportvereniging Ajax. Zeer geslaagd. Dankzij jou ook. Leuk. Ja, we hebben nog een klein stukje. Moet je maar even meeluisteren, is leuk. Real Madrid, Ajax in Madrid. Even van tevoren, Valentijn Driessen, je weet wel, die van de Telegraaf, vindt het na de nederlaag in Amsterdam niet nodig om een journalist naar Madrid te sturen. Wordt toch niks. Valentijn Driessen is de Sergio Ramos van de Nederlandse journalistiek. Nou, er wordt gescoord door Donny van der Beek in de 34ste minuut. De 34ste minuut. Het rugnummer van zijn grote vriend Appie. Donny nog een jaar, ja natuurlijk. Hij scoort in de 34ste minuut het rugnummer van zijn grote vriend Appie. Abdelak Nouri. Wij vergeten hem niet. Hoe is het gevoel na dit jaar? Was het een sprookjesjaar? Ja. Omdat we zo lang geen sprookjes meemaakten. En omdat we wedstrijden voetballen zoals het echt bedoeld was. Met plezier, met vrijheid, met drie hoekjes waar Pythagoras zijn vingers bij af had kunnen likken. Het was een sprookje en het blijft een sprookje. En omdat Ajax nog heel lang zal leven en nog heel vaak gelukkig zal zijn. Er staat nog zoveel moois te wachten, denk ik, dit jaar. Laten we er met z'n allen van genieten. Ik zou zeggen proost en nog een heel mooi tweede helft van het seizoen. Ja, Peter, dat liep ook door die pandemie natuurlijk totaal anders. Ja. Ja. Hoe ervaar jij dat nu als Ajax-iets? Bijvoorbeeld zo'n dag als gisteren tegen PSV? Ja, dat is... Nou kijk, uiteindelijk ben ik met een heel goed gevoel uit de wedstrijd gekomen. Maar ik ervaar het wel als... Nou, ik denk dat heel veel fans dat hebben. Toch als een soort vervlakking. Het is toch... Ik hou het heel erg bij. Ik leef mee, maar het is toch anders dan... Dat je er echt bij hoort in het stadion. Dat de hele golf eromheen. Dat alles werkt. Dat alles in je lichaam wordt opgenomen. Het is, ik voel toch een klein beetje de afstand waar ik helemaal niet op zit te wachten. Dat is het. Ook als je zit te kijken naar de wedstrijd. Dan het liefst ben je natuurlijk in het stadion. Maar als je dan thuis zit te kijken of in een café. Of dat is ook met elkaar. En dan zie je die dansende menigte. En dan hoor je de gezangen. En dan voel je de spanning bij de spelers die gevoed wordt door het publiek. En dat mis je toch. Dat mis ik in ieder geval wel heel erg. Ik zal niet de enige zijn. Nee, daar hadden we het er net ook even over. Dat in zo'n wedstrijd tegen Feyenoord echt wel een verschil ook kan maken. Nou ja, ook gisteren al. Ja. Daar voel je ook... kijk, Ajax begon toch een beetje wijfelend aan de wedstrijd of zo. Dat gebeurt niet als het stadion er vanaf een half uur voor de wedstrijd er volledig achter staat. Het is toch anders dan dat je op komt lopen op het veld en het clublied klinkt en iedereen zingt mee. En je ziet dat en je ziet die deinende menigte, verwachtingsvol staan ze daar. Dat is toch een ander begin. Ja. Ja, nog even terug, want je staat natuurlijk zelf normaal in het theater. Precies een jaar geleden was die nieuwjaarsconferentie, het sprookjesvoetbal in De Kleine Comedie. Ja, als je nou kijkt naar vorig jaar en dit jaar, 2020 was een heel ander jaar. Maar wat zou het genoeg voeding geven voor een conferentie als we dat dit jaar wel hadden gehad? Nou, moeilijker hoor. Moeilijker, omdat het... Je wordt het ook zat dat alles besoedeld wordt door corona. Ja. Dat wordt jou, en daar wil je los van komen. Maar je kunt er niet los van komen, omdat er heel veel beslissingen daarop gebaseerd zijn. En alles wat je hebt gezien vanaf eind maart is ook daardoor gekleurd. Dus dan wordt het wel moeilijk om het echt tot een sprookjesverhaal te maken. Kijk, je kunt het er altijd uithalen. Je kunt altijd dingen eruit pakken die prachtig waren of die veelbelovend zijn of waar het heen kan. Dat kan allemaal.
maar wel heel veel moeilijker. Neem me even mee dan voor wat vrolijkheid naar die toen het allemaal nog mooi was en toen Peter nog een Petertje was. Wat was het moment dat jij... Ja, dat is wel heel lang geleden. Nou ja, maar waar was het moment dat jij verliefd werd op Ajax? God, dat is echt wel... Toen was ik echt een heel klein Petertje. En ik weet niet eens hoe dat is gegaan. Ik woon in Bussum. Het is dus niet zo heel ver van waar ik nu woon, op het oude Ajax-terrein. En dat heeft te maken met de Europacup-wedstrijden, denk ik. De magie van de jaren 70, toen ik 19, 11 was. En dan stond het al dagen in het kader van Ajax gaat spelen voor de Europacup. En we waren onverslaanbaar. Alles kan. We hadden Cruijff en Keizer en Zwart en Muren en Zuurbier en Neeskens. We waren als jongetje. En ik had een Ajax-pyjama en ik werd op de bank gezet. En dan gebeurde er iets in ons gezin. Weet je, dat was niet een gezin van heel erg praten over schoonheid en liefde. Maar dat kwam allemaal samen in het kijken naar voetbal en elkaar in de armen vallen en juichend. En als het een beetje tegen zat, dan ging ik bang op de gang zitten. En dan hoopte ik dat als ik na 5 minuten binnenkwam, dat er toch nog gescoord was. ja, het is daar ergens. En dan, mijn vader kon me niet gelukkiger maken dan dat hij af en toe zei, zullen we dan naar de training van Ajax gaan rijden? En dan ging ik met mijn handtekeningen schriftje. Kon je op de parkeerplaats staan en dan kon je naast de auto van Johan Cruijff staan. En dan kwam hij eraan lopen en dan kon je gewoon een hand. En ze hadden foto's ook. Je kon een foto met een handtekening krijgen. Dat was daar rondhangen en ze liepen daar in 3D. Je kon ze gewoon zien. En ze lachten met elkaar. En het was, nou, ik vond het was een totaal magische wereld. Welke handtekening hangt er nog steeds aan jouw muur? Nou, ik heb in ieder geval de oude foto van Paul Huff met 4, met Nuninga en Zwart en Keizer en Cruijff. Daar staan alle originele handtekeningen op. Ja, kijk, ik heb diverse shirtjes met de handtekening van Johan. En iedere keer kan ik dat weer uit de kast halen, denk ik, godsamme. Wat mooi. Maar goed, ik heb, dat is ook wel heel leuk. Ik heb uit die tijd gewoon van alle spelers handtekening tot en met Cees Wever aan toe. Wie kende Cees Wever? Alleen ik. De derde keeper van Ajax. Ja, ik hoorde dat hij ook maar 1 handtekening heeft uitgedeeld in zijn carrière. Ja, mooi. Peter, even naar het heden. Hoe kijk jij nu tegen Ajax aan? Dan mag je best wel zelf even de bandbreedte bepalen van de laatste jaren. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, kijk, de laatste jaren, ik was zo blij. Mijn dochter is 25, die is ook enorm Ajax. Toen zij geboren werd en de kraamverpleegkundige zei, het is een meisje, schijn ik te hebben gezegd, oh. Ergens zat in mijn hoofd, hoe kan ik dan daarmee naar het stadion? En hoe kunnen we dan? Maar die is nog veel erger dan we. Die is echt zo fanatiek Ajax. En met haar naar het stadion. Ik was ook zo blij dat de laatste jaren, dat zij kon zien hoe goed wij waren. En dat ik kon zeggen, dit waren wij. Dit is het Ajax wat ik ken van vroeger als jongetje. En jij ziet het als meisje. Dit is toch geweldig. En dat was ook zo, ja, ik vond het ontroerend. Die wedstrijden waarin we zo verpletterend goed waren. De Europa Cup wedstrijd, Real Madrid waar we het over hadden, Juventus. Gewoon wat we konden. Ja, dat vond ik machtig dat zij dat kon meemaken. Dus dat is het gevoel van de laatste jaren. Maar er zit ook een beetje het verdriet van dat er steeds weer mensen weggaan. Hele jonge leeftijd, ik gun het ze van harte. En ik vind het ook fijn als ze het ergens heel goed doen. Maar je wilt ze zo graag bij je houden. En je denkt, dit zijn onze jongens. Hier zijn we zo blij mee. Dus ik sta erin als opgebloeid jongetje. En toch ook een beetje verontruste oudere man. Dat je denkt, blijf nou, we zijn een club. Een betere club. Een betere club als deze is er niet. Ja. ja.
Maar goed, ik heb toch ook weer gisteren tegen PSV. Ja, dan kan ik van zo'n tweede helft weer enorm genieten. Ik heb zitten vloeken en schelden in de eerste 20 minuten. En ik denk, wat is dit nou? En maar als het dan loskomt en je ziet weer de beweging en je ziet Anthony in de tweede helft. Ja, je ziet hem uitdagen, je ziet die Max wanhopig. Die Max ligt gewoon in een greppel de hele tijd. Dat is het oude Tjeudaling gevoel. Dat je weer een buitenspeler hebt die gewoon met zijn voet op de bal staat en is gaat bedenken hoe die gaat passeren. Ja, ik kan er enorm van genieten. Ja, het is natuurlijk bekend dat je zelf eigenlijk ook ooit voetballer had willen worden. Wat voor voetballer was jij? Nou, ik was een verschrikkelijk goede voetballer. ik geloof je meteen. Ja, eigenlijk een rechtshalve rechtsbuiten. Maar ik kon ook op de 10 goed uit de voeten. En in Bussum was ik echt een veelbelovende voetballer. En echt een van de allerbeste. Maar ja, toen bleek dat er buiten Bussum nog heel veel andere voetballers waren. Ja. En die nog veel beter waren. Dat is wel een klap geweest hoor. want op de veldjes en tot en met de A-junior, dus onder de 18. Ja, was ik in het gooi. Dat was ik echt wel een bekende naam. Maar ja. Maar nu ben je een bekende naam ver daarbuiten. Alleen dan niet om je voetbal. Ja, en toen bleken er toch nog 50.000 veel beter. Dat is normaal als je daar achter komt. Ja. Maar het is, ik vind het ook wel weer fijn dat ik tot een bepaalde leeftijd heb kunnen geloven dat ik echt fantastisch was. Een flegmatieke rechtshalf, rechtsbuiten. Altijd makkelijk de achterlijn halend. Balletje pan klaar voorleggen op de instormende spits eerste paal. Of de binnenkomende linksbuiten tweede paal. Ja. Ja, dat was wel een gevaar. Ja. Ik zit helemaal voor me, Peter. Ik ga je... Dit is de minister van enthousiasme, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ja. Nou, en of man. Oh, ja. Ik heb altijd weer zo'n zin hier. En ik vind het praten over voetbal is toch ook het leukste wat er is. Weet je, ik mis ook de kleedkamer. Weet je, ik woon tegenover VVGA op het oude Ajax-terrein. Gewoon, al hoef ik niet te voetballen, is het nog leuk om tussen die mannen in de kleedkamer te zitten en slap te lullen. Ja. Heerlijk. Nou, dan mag je nog even wel tegen ons vertellen, want we hadden aan het Babbelbox-panel gevraagd, welke Ajaxiet gaat het verschil maken in 2021? En aan wie denk jij dan van de spelers van deze selectie? Anthony. Ja, je noemde hem al even. Ik denk dat ik wel met hem eens ben ook, ja. En waarom? Nou ja, daar hebben we hebben het begin van de competitie gezien. En de tweede helft gisteren. Daar zit een gat tussen, hè, dat hij even weg was. Maar aan hem zie je wat er mogelijk is in voetbal. In straatvoetbal. In bluff. In overtuiging. Ja, dat is toch wel... Dit is zo'n speler die opeens in een paar momenten de wedstrijd beslist. Ja, prachtig. We schrijven hem op. Als we dat nog allemaal niet gedaan hadden. En dan komen we daar zeker nog eens bij je op terug. Als het mag. Ja, hartstikke goed. Ja. Natuurlijk mag dat. Het mag altijd. Ja, nou Peter. Leuk. En hopelijk kun je de volgende keer gewoon hier bij ons in onze Johan Cruijff Arena studio langskomen. Dat is nou. Ja, toch? Met graagte en liefde. Goed zo. Nou, nog een mooi seizoen verder en we blijven het volgen met elkaar. Dank jullie wel. Dank je wel, Peter. Ja. Hoi, hoi. Peter Heerschop. Ja, aan de telefoon. En... Ja, mooi. We gaan meteen even naar onze kalender. Die heb jij voor je neus, toch? Oh, gaan we meteen door naar de kalender. Ik had toch een dingetje voor je van de kalender van vorige week. Oh. Een kleine tip. Heb jij toevallig een app? Een app? Nou, gewoon van jezelf. Nee. Ja. Ja, nee. Ik heb geen app van mezelf. Nee? Wat bedoel je? Nou ja, Edson Alvarez heeft een app. Oh. En ik heb hem natuurlijk meteen gedownload. En ik vind dat een interessante ontwikkeling. Want het is eigenlijk gewoon Instagram, Twitter, YouTube, alles zo bij elkaar samen in één app. Ach. En ik ben heel benieuwd, omdat ik ook in de muziekindustrie, net als jij, geïnteresseerd bent. Dat ik denk, wordt dat dan de toekomst? Dat we straks van elke speler van Ajax 1 een eigen app op ons telefoon moeten hebben. En in die app zitten dus alle verschillende onderdelen natuurlijk? Er zitten alle verschillende onderdelen. Okay. En dat ik denk, ja, het voordeel daarvan is dat je namelijk niet langs platformen hoeft. Dat zij niet gaan bepalen wie jouw content kan zien.
Uiteindelijk zit daar ook een verdienmodel in. Liverpool doet het al met special content waar je voor moet betalen. Moet je abonneren op het YouTube-kanaal. Dus ja, ik dacht, hoezo Edson Alvarez? Maar ik heb ernaar gekeken. Het ziet er goed uit. Ik ga hem downloaden. Ik ga het even downloaden checken. Downloaden hem eens even. Dan gaan we het volgende keer nog even checken. Maar ik was heel benieuwd. Ik snapte niet zo goed de combinatie waarom hij juist degene is dat hij een app krijgt. Maar het was een... Ik vond het een interessante ontwikkeling. Dus dat gewoon even als tip tussendoor. En dan is er nog een ander ding wat we natuurlijk even kort moeten bespreken. Want het vrouwenvoetbal... Ja, ik wilde net nog informeren. Ga je dat nu doen of moet ik er weer mee wachten? Maar... Nee, ik ga het toch even tegen je zeggen. Ja, er was niet zo heel veel aan de hand. Ze zijn vorige week begonnen met trainen. Hun winterstop duurt wel lang. 5 februari, de eerste wedstrijd. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ga ik voor je opzoeken. Okay. Nee, ja, ik denk gewoon... Ze hebben minder wedstrijden. De competitie is bij hun verspreid verhouding over meer weken. Maar wat natuurlijk... Ja, het grote nieuws was de eerste stap op het trainingsveld. Daar is ze weer. Sherida Spitsen. Die is... ze had ook de hashtag Be Sherida, Be Fire. En wat het mooie daarvan is dat het toch bij het vrouwenvoetbal... Ja, dat het voor het eerst was eigenlijk dat er zo'n mooi aankondigingsfilmpje was... Van een speelster. Die heb ik gezien, ja. Ja, toch? Goed mooi, ja. Ja, dus dat vond ik heel positief. En moeten we de mensen ook nog vertellen dat we op de longlist staan voor de hashtag Voetbalpodcast Award? Kunnen we iets winnen? Nou ja, je kan zeker iets winnen namelijk. Een geldprijs? De Voetbalpodcast Award van dit seizoen. Oh. En dat wordt geïnitieerd door Total Football Fest op Twitter. Vorig jaar was het Sam Verraalte van de Vice, de wereld van Vice Sports. Oh ja. Fantastische podcast. Zeker. Dus de lat ligt heel hoog. Dus ik maar ben kan hij hem nog een keer winnen dan? Nee, hij zit in de jury dit jaar. Oké. Okay, dus het is een gedeelte publiek. Die is uitgeschakeld. Die is uitgeschakeld. Maar we hebben grote concurrentie hoor. Dus, maar het is wel, ik vond het al heel leuk dat ze aan ons dachten. Wij zitten in de categorie fan. Je altijd kan goed, maar het is niet des Ajax om de underdog te gaan spelen. Dus, nee, maar er zitten ook de andere Ajax-podcasts in. Hè? Dus het is echt gewoon alle fan-podcasts die er gemaakt worden. Oké, wil je op ons stemmen of wil je op deze podcast stemmen? Dan moet je dat even opzoeken. Hoe kun je dat vinden? Waar kan je stemmen? Op Twitter. Op mezelf. En dan even hashtag voetbalpodcast award. En dan kom je er vanzelf. Of volg even het Total Voetbal Fest. De kalender. Hè? Ja, pak hem er even bij. Donderdag hadden we al gezegd, hè? Ja. Dat is Ajax, Twente Ajax. Ja. En we hebben natuurlijk sowieso ook nog de familiequiz. Die was te downloaden voor de feestdagen op ajax.nl/feestdagenquiz. Maar ja, nu we allemaal nog langer thuis zitten, is dat misschien hartstikke leuk om gewoon nog een keer te doen. Of überhaupt, als je nog niet gekeken hebt, download hem en ga die quiz doen. Want je krijgt gewoon vragen van bekende Ajaxiden, zoals Huntelaar, Promes. Nou ja. Toch met deze lockdown een leuke interactie. Ja, en dan is het Ajax Live Magazine natuurlijk verschenen. Ik memoreer dat al eventjes met Klaas-Jan Huntelaar op de cover. Ja. En de nieuwe die is in de maak met een prachtig exclusief interview met Jari Liedmanen. En de volgende podcast, die is weer online op dinsdag 26 januari. Dus dan hopen we je weer te spreken eigenlijk en te horen. Ja. Want er is een hoop gaande, zo deze maand. Dus dan wordt het vast weer een hele fijne uitzending. Want ik ga uit van een prachtige januari maand. Ja, ik ook. Check ondertussen ajaxlive.nl voor het laatste nieuws, de laatste berichten. En als je niet kunt wachten op onze volgende podcast, kun je daar dus heel actueel kijken wat er allemaal rond onze mooie club gebeurt. ajaxlive.nl. We zijn dus over 2 weken weer terug. En natuurlijk gaan we, ik zie hem alweer voorrijden, naar de bus Sloterdijk. Piet doet de afsluiting van deze Ajax Live podcast. Amber, het was me weer een onmetelijk genoegen. Wederzijds, ik heb jou ook gemist. Mag fijn ik je bedanken? Dat we er zijn. Ja, ja zeker. Zo. Jij ook bedankt. Een hele goede dag weer iedereen. We zijn er weer een nieuw jaar ingerold. 2021. Dus in de eerste plaats wil ik natuurlijk iedereen een heel gezond 2021 toewensen. Want dat is toch eigenlijk wel het allerbelangrijkste. En wat is het jaar weer geweldig begonnen. Hoewel geen prijs in de staatsloterij, geen vrachtwagen met van de postcode loterij door de straat, maar we staan wel bovenaan nog steeds in de competitie, dankzij vandaag. De 2-2 tegen PSV, wat een begin zeg. Eerst 0-2 achter. Nou, ik moet zeggen, vanaf de 64e minuut ging ik op de rand van mijn bank zitten en toen zijn ook de doelpunten gevallen, dus nou, misschien moet ik dat vaker doen. In ieder geval een hele goede rentrée van Kudus. Die maakt een goede indruk. Ook dat Allaire weer binnen de lijnen is. En jammer dat zijn doelpunt werd afgekeurd, wel terecht. Maar het is wel een opsteken natuurlijk voor hem. Nou, we moeten er maar in blijven geloven. Het is een zware maand voor Ajax deze maand januari. Maar we moeten er gewoon voor blijven gaan.
En nou, ik zou zeggen, tot de volgende keer.